Moet je eens eventjes kijken, mijn studio is weer een soort van af. Ik ga nu wat aankondigen, want het is officieel... Ga nou mee! Twee! Kijk hem gaan, kijk hem gaan! Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En we gaan gelijk eventjes bezig, want in het andere appartement staan allemaal spullen, maar we moeten daar eventjes uit. En als het goed is, krijgen we een ander. Zoals jullie weten hadden we het andere appartement natuurlijk tijdelijk. Het was voor eventjes tot er niemand anders inging. En nu is die, als het goed is, wordt die straks verhuurd. Dus we gaan eventjes spulletjes eruit halen, die gaan we die even terug in dit huis zetten. En dan waarschijnlijk krijgen we dan de sleutels van nog een andere waar we dan die spullen weer neer kunnen zetten. Maar dat zien we allemaal wel, eerst alles uit die andere halen. Kijk eens jongens, mijn bureau staat hier weer met de boxen erbij. En we moeten nu nog even alle andere spullen behalen. We hebben de pingpongtafel al buiten op het balkon gezet. En al deze platen ga ik nu ook ergens gewoon hierop hangen, denk ik. Want ook al krijgen we straks misschien nog een andere sleutel van een ander appartement. Het is gewoon niet handig om je studio ergens anders te hebben. Dit is gewoon veel chill om gewoon een beetje hier te laten staan. Kijk jongens, ik ben een beetje creatief geweest. Ik heb gewoon alles een beetje op elkaar gestapeld. Daar neergezet, hier wat platen. Dus het is hier wel akoestisch, redelijk. En ik kan hier nu weer prima editen en lekker werken. Dus dat is helemaal top. Het ziet er alleen nog niet helemaal mooi uit. En het is een beetje donker, merk ik. Maar goed. Oké, jongens. Moet je eens eventjes kijken. Mijn studio is weer een soort van af. En ik moet zeggen, het geluid hier is wel echt veel beter. En nu kan ik hier gewoon weer lekker editen. En ik ga hier waarschijnlijk ook gewoon video's opnemen. Dus ik moet nog eventjes deze lampen hier achter neerzetten. Een statief voor mijn camera. En dan kan ik reactievideo's gaan opnemen. Of gamevideo's. Of dat soort dingen. Dus laat eventjes weten in de reacties wat voor video's jullie zouden willen zien. Die ik hier kan opnemen. Gewoon lekker zo hier bij mijn bureautje. Laat me weten. Alles staat nu. Mijn statief staat daar nu voor mijn camera. Mijn lampen zijn er. Ik heb mijn microfoon hier weer staan. Dus jongens, ik vind het weer echt een heerlijk plekje. Hier kan ik weer lekker werken. Want ik moet zeggen, in het andere appartement hiernaast had ik het ook staan. Maar ik deed er eigenlijk niet heel veel mee. Omdat dan moest je daar naar de andere kant. En het geluid was daar niet heel goed. Het geluid is eigenlijk gewoon beter. Dus eigenlijk is dit gewoon helemaal top. En kijk, dit moet ik een keer gewoon echt gewoon een beetje mooi gaan doen. En hierachter. Kijk, het ziet er wel leuk uit. Met die reactievideo's zie je dan zeg maar dit op beeld. Dus het is wel gezellig. Kijk. Alsof het een heilige playbutton is. Dat is het ook eigenlijk wel. 100k jongens. 100k abonnees. Ik was er zo blij mee, weet ik nog wel. En nu nog steeds hoor. Dus daar vandaar dat ik een kaarsje bij zet. En dan moet ik een keer aansteken. Dan moet ik mijn playbutton eren. Maar goed, het ziet er rommelig, maar wel gezellig tegelijkertijd uit. Dus ik ben er blij mee. Zo jongens, het is hier nu wel echt even een chaos door een beetje de verhuizing. Alles staat, zoals de derde keer ik heb gezegd. Maar... jullie horen een vrouwenstem. En nee, het is niet Ella of een van de anderen. Maar, kijk eens. Hey, hallo. Het is mijn knappe moeder. En wij gaan naar een première. The Woman King, volgens mij. Let's go. Let's go. En Willem blijft thuis. Ruben komt ook zo thuis. Nou, top. Dan gaan wij nu richting Pathé Arena. Want daar is het. Maar eerst gaan we ook nog eventjes wat eten. Mijn vader die is met zijn vrienden uit eten. En naar een soort van beurs ook. En mama die vroeg... oh, hey. Hallo. En mama die vroeg aan mij... Nee. Oh, sorry. En mama vroeg aan mij, wie wil er vanavond met mij eten? Want ik ben alleen thuis. Ja, en dat vind ik wel gezellig. Ja, en toen dacht ik, ik heb een première, dus ik ga gezellig met mama. En dat vind ik heel gezellig. Nou jongens, ik had me vergist. Ik dacht dat het om 6:30 zou beginnen, maar het begint om 7:00. Dus het is echt letterlijk daar aan de overkant. Dus we gaan even lekker sushi eten. Kijk, sushi rijst is in principe niet goed, want er zit veel suiker in. Dat is de reden waarom het plakt. Maar wat ik dus... nee, maar niet uit. Nee, zeg maar neer. Maar goed jongens, wat ik dus wilde vertellen. Sushi rijst is niet per se goed, omdat er zit veel suiker in. Dat is de reden waarom het plakt. Maar zeg maar, wat er in de sushi zit is niet per se slecht. Dus ik heb een beetje sushi besteld. 2 sushi rollen hebben besteld. En dan vlees sashimi en tonijn sashimi. Ja, en sashimi is zonder rijst. Ja, in principe is dat dus wel prima. Kijk, en dit? Ja, dat is ook goed. Heel dat mag ook. Dat je niet dik doet. En sojasaus jongens, dat is ook niet erg. Er zit alleen heel veel zout in, alleen geen suiker. Dus in principe prima. Maar zout is toch ook niet goed? Nou ja, dat is voor andere dingen niet goed. Maar suiker is waar je dik van wordt. Ik ben benieuwd of het een leuke film is. Ik heb eigenlijk helemaal niet gecheckt naar iets. Gewoon naar de première of naar de trailer. Ik heb de trailer gekeken en het leek mij helemaal over een soort vrouwenleger in Afrika. Vroeger. En het gaat over vroeger volgens mij en daar hou ik altijd wel van. Nou, klinkt leuk. We gaan het zien, we gaan het zien. Nou jongens, daar zitten The Woman King. Man, ik ben benieuwd. Ik ook, ik heb er heel veel zin in. Ja. Een hele mooie film.
Ik vind sowieso films kijken altijd hartstikke leuk. Dus ik ga lekker zitten, ik heb een flesje water en lekker genieten. Zo jongens, dat was hem dan, de film. En het was dus The Woman King. En op het begin wist ik niet zo goed wat ik van moest verwachten. Maar achteraf jongens, het is echt een hele dikke film. Er zit echt een ijzersterk verhaal in. En geweldige cast. Ja, geweldige cast. Ik heb ervan genoten en ik was heel blij dat ik mee mocht. Want het was echt een hele mooie film. Ja. Van begin tot het eind. Ik heb ook zitten huilen. Ja, ik word alleen, man was alleen maar aan het huilen. Er wordt ook wel veel gevochten, dus dan zou je kunnen denken, oude staat. Ja, hier. Maar kijk inderdaad, je zou denken de Woman King, dus het is een vrouwenfilm, maar dat is echt totaal niet zo. Zeg. Maar het is echt lijpe slagvel. Het is niet echt een vrouwenfilm, maar het is ook niet echt een mannenfilm, want er wordt ook wel heel veel in gevochten. De eerste scène gaat echt hoog eraf door alles, ja. Maar er zit ook echt romantiek in en een mooi verhaal. Het is echt serieus een goede film. Ja. Een hele goede morgen jongens. Kijk eens eventjes hoe lekker ik hier zit. Lekker in het ochtendzonnetje. Er is nog overal lekker mist. En ik heb hier lekker een koffietje en een bakje kwark met banaan. Ach, maar jongens, dit is zo lekker. Dit eet ik ook heel vaak in de zomer, weet je wel. Dan is hier is het eerste licht. En dan pak ik lekker gewoon mijn koffietje. En dan pak ik lekker mijn kwarkie. En dan ging ik lekker hier zitten. Het uitzicht jongens blijft echt zo niet normaal. Kijk, en daar zie je nog helemaal zo'n hele mistlaag over de weilanden. En daar ook. Ik vind het echt heerlijk. Nou jongens, goedemorgen. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ga nu wat aankondigen. Want het is officieel eind oktober. Komt mijn tweede nummer uit. Alle deals zijn rond. De onderhandelingen voor het nummer zijn rond. En hij gaat uitkomen. Dus ik kan hem ook nu alvast aan jullie laten luisteren, jongens. Een stukje. Hier komt hij. Hij heet Dief in de Nacht. Ik kijk op je verhaal en ik zie je daar staan, daar met al die guys om je heen. Maar ik geef geen fuck, kom met wie je daar samen bent. Ik ga jou stelen, als een dief in de nacht. Ja, vanavond ben jij van mij, ga jou niet delen. Hoef niet langer op jou, ja, jij bent de man voor mij. Ik geef jou beter, verlaten de stad, ja, ik wil je aan mijn zij. Ik ga jou stelen, als een dief in de nacht. Ja, vanavond ben jij van mij. Ik heb zoveel zin in deze release, jongens. Oh, dit is dus Dief in de Nacht en deze gaat eind oktober uitkomen. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie van dit stukje vinden. Dus laat eventjes weten in de reacties. Vanavond speelt Ajax. Dus wat gaan we doen? Winnen. Naar zangles. Ja, ik was dus vergeten dat Ajax vanavond speelde. Iedereen heeft om 7:30 of 8:00 zangles. Dat is heel normaal. Ja, ik heb dus van 8 tot 9 zangles. Dat is een beetje gebruikelijke tijd tegenwoordig. Ja, zeker. Een hele normale tijd. En jullie gaan lekker naar Joris, jullie gaan naar lekker voetbal kijken. Daar is zangles. Joris gaat ons leren zingen. 90 minuut. Yo! Joris! Nou goed jongens, let's go. Ik ga eventjes mee, want het is nu pas 6:00. Ik heb 2 uurtjes de tijd dat ik even daar kan chillen. Begin van Ajax kijken, even eten. En dan ga ik naar zangles. Joris, zou je misschien iets kunnen... Ik wil graag een kantje. Ziet er gezellig met hem, man. Ik kan maar heel eventjes kijken, jongens. Dan moet ik daar weer weg. Zo, jongens. Ik ben er weer vandoor. Ik heb de eerste helft kunnen kijken. En Ajax speelde echt belabberd. Ze spelen tegen Napoli. En ze moeten dit winnen. Maar nee, ze speelden echt slecht. Dus het is prima dat ik nu wegga, jongens. Maar ik heb zin in zangles. Ik vind het echt leuk. Dus ik stap de auto in. En dan ga ik er vandoor. Oké, jongens. We zijn weer bij zangles met Robin. En we gaan eentje doen. Ik ben lang niet geweest. Dus we moeten weer even aan de bak. Maar veel van jullie kunnen dit nummer misschien wel kennen van Ronnie Flex, denk ik. Maar hij is oorspronkelijk van Bluff. Oké, omarmen. En wat moet je doen? Live. Dank u. In plaats van lief. Naar 3, dus je moet die E. Lief! Want als je leef, als een beetje lazer. Ja, dat verraak ik inderdaad. Ja, kijk, het is heel grappig, jongens. Je kan dus klanken veranderen waar we het vorige keer ook over hadden. Dus kijk, lief is heel hoog. Lief! Maar als je leef zingt, dan kan je. Ja, dan heb je leef voor je stem. Maar voor de F doe je een heel kort i'tje. En dan denkt iedereen dat je lief zingt. Lief!
dan denkt iedereen dat je I gezongen hebt. Ja. Maar ik zing Leef. Ja, en ik zong Leef. Ja, Leef is weer laatste dag. Heel ander liedje. Ja. Nou jongens, het gaat lekker. Oké, zelf doen, hou het volume in de gaten. Inka, pa. Ja jongens, zangles zit er weer op. En zoals je zag, weer een paar kleine fragmentjes. Ik weet het jongens, het is nog niet perfect, maar ik ben om te leren. En we pakken elke keer expres hele lastige nummers. Ja, zodat ik gewoon zeg maar echt leer zingen op een moeilijke manier. Zodat andere nummers makkelijker zijn. En je leert gewoon heel veel trucjes. Het zijn vooral allemaal trucjes en je leert heel erg wat je stem wel en niet kan. En hoe je je stem eigenlijk... een beetje, zeg maar, hoe je mensen een beetje voor de gek kan houden door andere tonen te zingen. In plaats van dat je zingt lief, zing je lief. En dan aan het einde zo lief, lief, ja, zoiets. En dan kom je, zeg maar, dan denken mensen dat je lief zingt, maar je zingt gewoon lief. Nou goed, ja, moeilijk uitgelegd, maar nee jongens, ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. En ik vind het gewoon leuk om een beetje te bezig te zijn met mijn stem en dat gewoon te ontwikkelen. Goedemorgen. Het is tijd om weer te gaan sporten. Dus jongens, let's go. Ik ben nu in Haarlem en dit is Ella Scooter. Maar Ella Scooter die had een lekke band. Maar Ella gaat met mij gezellig mee naar Amsterdam. Vanavond gaan we uit en ga ik filmen voor de serie. Alleen, ik ga straks naar een chiropractor. En dat wordt leuk, jongens. Daar gaan ze me kraken en alles. En dat is volgens mij best wel leuk op beeld. Dus jongens, dit wordt wat. Ik moet wel een beetje opschieten, want het is in Amsterdam. Dus... let's go. Ik was dus net in Amsterdam om naar de chiropractor te gaan. Maar het was dus echt bij de Dam. En de Bijenkorf, de garage was vol. De Rokin was vol. Op de grachten was geen plek meer. Dus ik kon gewoon niet. Dus ik heb ze opgebeld. Ik heb gezegd, ja, het spijt me heel erg. Maar ik kan gewoon nergens parkeren. En ze zeiden van, oh ja, is niet erg. We hebben het wel vaker gehad en zo. Maar ja, wel echt jammer jongens. Ik had echt zin om lekker gekraakt te worden. Maar goed, andere keer. Kijk, wat een gezellige boel zo met z'n allen. Jongens, vanavond gaan we uit. Vanavond gaan we... Ik had net in mijn mond. Dag? Een seconde. Oh, een seconde. Ja, dat is goed. Dat is lekker. Maar goed, vanavond gaan we uit. Alleen, ik mag dus niet drinken tot 1 december. Maar Ruben en Amber gaan vanavond wel drinken. En Ruben moet straks draaien in een club in Haarlem. Dus ik ga ook de camera deze keer meenemen. Omdat ik nu ook niet bang ben dat ik hem kwijtraak. Want ik drink niet. Ga je toch wel doen. Huh? De meeste keren dat je camera bent kwijtgeraakt was je nuchter. Dat is wel waar. Ja, dat is wel waar. Omdat je auto legt. Ja, precies. Ja. Maar goed. Oké. Okay. Ik heb een heel mooi shotje gemaakt met allemaal soorten drank door elkaar. En ga jij zelf drinken? Nee. Wel. Nee, ik mag dus niet drinken. Ja, ik ook niet. Wat jullie doen, je gaat dobbelen. Degene die het hoogst gooit krijgt een punt. En degene die als eerste op de 5 is, de verliezer moet het shotje nemen. Een punt? Ja. Dat is niet heel lastig, toch? Wel. Hier. 1, 2. Oké, okay, Amber heeft een punt. Hey. Oh, gelijk spel. Dus 6. 4. 1-1. 3. 2-1 voor Amber. 2-2. Oh, gelijk spel. 3-2. 4-2. Uh-oh. 4-3. 4-4. Oh, dit is de winnende. Oh, 2-2. Ja, Amber. Ja, Ruben heeft een 5. Oh, hier laat van mezelf. Jij natuurlijk niet. Daar ga je. Nee. Wat is dit? Dit is alles door elkaar. Ja, alles weiniger. Nee, dit... Oké, ik ga jullie vertellen wat het was. Het was vodka, Bacardi... En glassex. Nee, het was geen glassex. Nee, het was vodka, Bacardi, tequila en Aquarius. Tequila. Dus jullie hebben zo'n favoriete drank? Was niet lekker.
Jij hebt nog niks binnen gehad. Nee, je hebt niet eens doorgesteld. Ik vind dat je gewoon nu 2 moet doen. Gewoon puur voor lol. Wel leuk dat ik dan nu degene ben die jullie allemaal stimuleren om te drinken, terwijl ik zelf niet ga drinken. Jij gaat ook niet drinken vandaag, hè? Nee. Goed zo. En poepoe. Nee, het is nu geüpperd naar poepoe. Poepoe. Wij gaan straks richting Haarlem om uit te gaan. Maar ik moet het niet te laat gaan maken, want morgen ga ik de video opnemen voor Dief in de Nacht. En ik heb er hartstikke veel zin in. En het wordt echt heel leuk, jongens. Ik ben benieuwd. We gaan morgen lekker door Amsterdam lopen. We hebben een paar vette plekken waar we gaan filmen. Vorige keer had ik een videoclip gemaakt in een studio. Maar deze keer gaan we gewoon met de camera apart en gewoon een vette videoclip schieten op allerlei verschillende plekken, jongens. Maar dat gaan jullie allemaal zien in de volgende vlog. Hey, jongens. Tok, tok, tok. Is er iemand? Nee, dat zou ik, dan maak je me helemaal. Heb je een slok genomen? Ja. Mag niet meedoen. Oh, wij mogen allebei niet meedoen. Nee. Wij zijn verstandig. Joris en... Met water. Huh? Ja. Dit is raar, jongens. In de lift hangt een foto van een kat die vermist is. Maar hoe komt überhaupt de kat buiten? Dat is gek. Is hij van het balkon gesprongen? Je weet het niet. Hij gaat met de lift. Ja, hij is met de lift gegaan. Ja. Slimme kat, hè? Hele slimme kat. Kijk eens even wat gezellig, hé. Hey. Met z'n allen. Helemaal leuk. Bij een cocktailbar. Oh. Ben je al een beetje zenuwachtig, Huub, hè? Want je moet zo draaien. Kijk, kijk. Nee. Hey, ook mijn schoen! De witte of de zwarte? Dit is komkommerwater, hè? Dat is wel echt gevaarlijk. Ik was aan het filmen! Einder, het is nog niet heel druk, maar het is ook pas kort op het bal. Bijna kort op het bal. Dus het moet allemaal nog een beetje komen. Oké, jongens, Ruben gaat nu draaien. Maar dan moet je een USB-stickje doen. Dat zou best kut zijn. Run through the money, now I'm too old. Man, I'm just playing. Shot when I land. Promoter paid for 6 flights. Got the team right. I just told Mr. Ben. Came in for the. Zo, jongens, dat was hem weer. We zijn lekker uitgeweest. Ik heb niet gedronken, maar ik moet wel zeggen. Zo, even achtergrondkoortje. Ja, achtergrondkoortje. Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel gewoon lekker moe. Dus ik ga lekker mijn bedje in, jongens. Morgen weer vroeg op. Dus ik ga hier bij de video afsluiten. Dus vond je het nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.